Hoi, Marinka van Epalio hier. Nou, het is weer volle pompoentijd en ik heb toevallig een spaghetti pompoen. Nou, die rooster je ook in de oven om hem te garen, alleen dan gaat het net even iets anders dan je gewend bent van pompoen. Dus daarom ga ik je laten zien hoe je dat doet. De truc is dat je hem eigenlijk gewoon in ringen snijdt. Dus ik snij eerst even de achterkant eraf. En daarna maak je eigenlijk plakken van, ik denk, 1,5 tot 2 centimeter dik. Zo, ik heb nu 5 plakken pompoen. De pitjes zitten er nog in, dus die ga ik eruit halen. En vervolgens kun je op de bakplaat. Om de zaden eruit te halen gebruik je gewoon een lepel, dat werkt heel makkelijk. Zet er zo middenin. Zo. Nou, dan haal je van die leuke cirkels over. Deze leg ik alvast op de bakplaat. En zo ga ik eigenlijk door met de rest. Nou, de cirkels pompoen liggen op de bakplaat. Die wrijf ik in met een klein beetje kokosolie. En daarna gaan ze in de oven op 200 graden voor ongeveer 25 minuten. Dan is de pompoen namelijk helemaal gaar en dan kunnen we de mooie spaghetti's hier eruit halen. Zo, de spaghetti pompoen is geroosterd. Ik heb hem al iets af laten koelen, anders wordt het erg lastig vasthouden. En het enige wat je dan nog nodig hebt is een grote kop en een vork. En daarmee kun je eigenlijk de geroosterde cirkels, kun je mooi de spaghetti siert eigenlijk uithalen. En je gaat er eigenlijk gewoon met de vork in en dan haal je hem helemaal los van de schil. Het is heel makkelijk. Zo. Nou, dan heb je eigenlijk een heel groot, dik stuk. Maar die kun je helemaal in sliertjes trekken, zodat het echt op spaghetti lijkt. Nou, zoals je ziet is het heel makkelijk. De stappen die ik net liet zien, die herhaal je natuurlijk met de rest van de geroosterde schijven. En daarna kun je de spaghetti slierten gebruiken in een recept naar keuze. Echt net wat je het lekkerst vindt. Je kunt het gebruiken in een recept waar normaal spaghetti in zou zitten. Of als je niet zoveel van courgette noedels houdt, dan is dit een heel leuke variant. Spaghetti pompoen past trouwens ook helemaal binnen het Epalio suikervrij programma. Dus je kunt jezelf volop mee uitleven. Dus eet smakelijk en tot snel!